hebt het zo. Daar zijn Tesnis en Alpaplekjes vrij. Goedenavond allemaal. Welkom bij de diploma-uitreiking voor het schooljaar 2015-2017. Twee jaar opleiding, niveau 2 en niveau 3. Ik heb hier het programma staan. Nou, we zijn behoorlijk op tijd. 8 uur is de aanvang. Ik zal het welkomstwoord doen. Dat beginnen we straks mee. En daarna een toespraak door de leerlingen van Belgium College. En daarna onze burgemeester. Hier een woordje dat u zal richten. En daarna gaan we over tot de diplomering, de uitreiking van de diploma's. Zorg daarbij straks dat je de gegevens op de diploma's controleert. Dat ook alles klopt wat erop staat. Voordat je dan tegen voor de coaching van deze jongens. De instructeur in de werkplaats, Albert. Oh, je hebt ook heel goed zijn best gedaan. De diploma's, of de tentamens die in de werkplaats gemaakt moeten worden. En die heeft hij keurig begeleid. En daar zijn jullie ook mee veroordeeld. Daarnaast. Loodgieters, installatiemonteurs en verpleegkundigen. Het is een van mijn nachtmerries die werkelijkheid wordt. Dat durf ik hier wel te zeggen. Ik hoor al mijn hele leven dat onderwijs de toekomst heeft. En dat iedereen zo hoog mogelijk moet worden opgeleid. Dat we een kenniseconomie hebben. En ik dacht elke keer, prima, maar stel nou dat dat lukt. Stel nou dat iedereen gaat studeren en heel Nederland is kernfysicus. En op tv zijn er alleen nog programma's als Theoretisch Natuurkundige Zoekt Vrouw. En O.O. Plato. Wie gaat er dan nog brood bakken en huizen bouwen en vuilnis ophalen? Ik zag in mijn meest angstige dromen een wereld vormen van superslimme mensen die in een afbrokkelend land een langzame hongerdood stierven. Wiskundige formules prevelend, terwijl de straatverlichting het lamp voor lamp begaf om te eindigen in een wijs maar duister niets. En zover is het misschien nog net niet, maar we zijn al wel een aardig eind op weg. De stand van zaken in Nederland op dit moment, 2 miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren. Stel het kind centraal. Dus, dat was eigenlijk voor mij hetgeen wat van belang is. Ik heb er eigenlijk haast niet meer te zeggen. Ik ben Wim Diener, ik ben opleidingsmanager, poppenmanager. Ik vind het heel mooi Freddy, het verhaal eigenlijk, want we hebben 3 zaken op elkaar afgestemd. Maar ja, het korte woordje wat ik wil zeggen eigenlijk, was bij de kreet eigenlijk ook trots. Dus niet alleen dat wij trots moeten zijn, maar in ieder geval de student. Beginnend met van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Niet aan jullie, niet alleen jullie, maar ook jullie familie, vrienden, iedereen die hier vanavond bij is, toch een hele belangrijke en bijzondere gebeurtenis. Afsluiting van een opleiding, een 2 jaar of misschien een 4 jaar traject. Het moet ook allemaal wat sneller en we zijn nu zelfs na zover dat we nu de 3-jarige vakopleiding in 3 jaar, want dat klinkt ook heel logisch, maar normaal duurde de gezelopleiding 2 jaar, dus nu wordt teruggebracht tot 1 jaar. Dat is zeker een vanzelfsprekendheid, want ook ik kom uit de bouw, dus de bouw heeft altijd nog mijn hart. Maar het is ook omdat ik heel trots ben op wat hier gebeurt. We hebben hier in Genemuiden toch een opleidingsvereniging waar we echt trots op mogen zijn. Hier worden mensen op een goede manier voor het vak opgeleid. En nou, er is al even aan gerefereerd. Deze opleidingsvereniging heeft ook de crisisjaren goed doorstaan. En heeft zijn vleugels behoorlijk uitgeslagen over een heel deel van het land. En het is daarmee ook voor mij de enige diploma-uitreiking die ik doe. Dus het is wel vanwege de grote kwaliteit die hier geleverd wordt. En dat is een samenspel van Delft Jong College. Wat hier zeg maar, op deze plaats gebeurt met de opleidingsvereniging. Maar wat op de bouwplaats gebeurt door de aannemers die jullie de werkplekken bieden. Nou, er is al heel veel gezegd. En ik ga het allemaal niet herhalen over de waarde van het diploma dat je hier krijgt. Van, over de waarde van het vak. En ik kan er alleen maar een dikke streep onder zetten. Volgens mij hebben jullie gewoon een diploma gehaald. En een toekomst daarmee voor je liggen. Waarbij je echt van werkgelegenheid voor nu en voor later verzekerd kunt zijn. Kan ik als eerste, want ik heb nog een ander op het programma staan. Toevallig op moet niet beuzen, hè? Dat is beter. Prachtig gefeliciteerd. Dank u wel. Nou, wat ik al zei, dat is plezier ermee. Jeroen is als rustige jongen binnengekomen bij de OVG. En ik ben al veranderd. Hij is gegroeid. In alle opzichten. In alle opzichten, maar hij is ook mondiger geworden. Heel veel succes aan je loopbaan op de bouw. Pepijn is ook een hele rustige jongen.
geen omkijking naar. Hij is binnen gekomen, heeft zijn ding gedaan en heeft diploma gehaald. Dat zijn de mooiste eigenlijk wel de tussenlopen. Aan de andere kant is het ook wel weer een uitdaging als je iemand extra moet ondersteunen. De pijn gaat ook verder naar niveau 3. Hè? Ja. Nog niet helemaal duidelijk van hoe wat, of is het inmiddels? Ja, het is ja? Okay. Oh, dat is nog wel. Ja. Als u foto's wilt maken, kunt u rustig naar voren komen. Dat is. Ja, uiteindelijk wordt het een saai verhaal, want Milan is ook zo'n jongen. Ja, als je ooit dit zie je dit. Loopt dus heel snel door het gebouw heen en dan komt dus even langs. Maar dan is het ook weer gebeurd. En hij heeft het link gedaan. En hij gaat hard verder. Ja. Niveau 3. Gefeliciteerd. Heel veel plezier straks. Stefan, ik ben blij dat je hier zit. Want dit hebben we met elkaar afgesproken. Bij jou is het een wegje geweest met de robotjes. Goede gesprekken geweest, dingen opgelost en de goede weg weer opgegaan. Mooi dat je geslaagd bent en ook dat je verder gaat met jouw drie. Ja. En ook bij het bedrijf waar je bent mag je gewoon blijven. Super. Gefeliciteerd. Echt helemaal geen omkijken, maar Bart Albers. Nou, vanuit de gefeliciteerd van het gehaalde resultaat. Dank u. Makkelijk te leren. Ja, makkelijk. Ja, wat kan ik? Ja, een heel verhaal, wij kan het wel doen, maar wat moet ik ervan vertellen? Het is gewoon een vakman, een vuurzak. Het is een bouwvakker. In de vrije tijd ook altijd bezig met timmeren. Het is gewoon een die een super vakman wordt. En er kan elk bedrijf trots op zijn als ze zo'n medewerker hebben. Dit is een man die is er nog niet klaar mee. Hij gaat verder. En hij gaat vooruit. Niveau 4. Hij zal het niveau 4 doen. Dus in de avonduur hebben we begrepen. Ja. Dus gaat ze doorontwikkelen. En ik denk dat het inderdaad wel richting het kantoor zal gaan. Ik had het nog niet. Nee? Uitvoering? Uitvoering. Erwin Lagerweg, Erwin die heeft een 15 jaar eraan geknopt, die heeft de restauratie gedaan. Nu klaar denk ik Erwin, hè? Ja. Hij blijft nog wel bij ons in dienst, via ons uitzendkracht kan hij blijven werken bij het bedrijf waar hij werkt, de voorman. Dus dat geeft nog een vervolg, we zijn er nog niet bij. Nog wat toetsjes in de luipraat doen. Ja. En uiteindelijk is het toch op tijd afgerond.
Prima. Ik ben nog niet de laatste van de familie meegegaan die ons het overgeven dienst is. Tussentijd overgaan naar een grote bedrijf. In ieder geval dat. Ja, ook voor jou hier denk ik. Maar je hebt je opleiding afgerond, zijn we trots op. Dus. Ja? Met elkaar. Moeilijk, moeilijk beginnen en aanvang geven, maar de stap met succes behaald. Ja. En daarna gaan we nog even gezellig met elkaar draaien. Dus hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Nee, succes met hetgeen wat je gaat doen. En degene die hier volgend jaar weer terugkomen, die zien we graag weer terug naar vakantie. Goede vakantie. Zorg dat je veilig weer terugkomt in Nederland als je naar het buitenland gaat. Ja, niet daar, kom maar bij. Tjaga. Nog een keer.